Justitie verdenkt de verdachte in de zaak Tano Jansen niet langer van brandstichting. Dat betekent dat de jongeren waarschijnlijk een veel lagere straf krijgen. In juni werd de 16-jarige Tano hier gevonden in een zeecontainer. Justitie verdenkt 4 jongens ervan dat ze hem opsloten, na een ruzie. Eerst dacht justitie dat ze ook brand hadden gesticht in de container, waardoor Tano stikte. Maar die verdenking heeft justitie nu laten vallen. Technisch onderzoek heeft wat dat betreft heel weinig opgeleverd. En dat gegeven in combinatie met alle verklaringen die we al hebben, heeft uiteindelijk, denk ik, deze conclusie geleid. Alleen de officier zal dat te zijner tijd nog een keer heel duidelijk gaan uitleggen, neem ik aan. Dit is goed nieuws voor de verdachten. Nu ze niet langer meer verdacht worden van de fatale brandstichting, zal hun straf waarschijnlijk lager uitvallen. Nou, je hebt het. Brandstichting zou in de eerste versie van de officier een zeer strafverzwarende omstandigheid zijn. Nu die is weggevallen, gaat er natuurlijk straks toch anders naar deze zaak gekeken worden. En dat zal ook zeker met een eventueel op te leggen straf terug te vinden zijn, ja. De rechtbank laat nog wel onderzoeken of Tano wel echt was overleden toen de jongeren later weer terugkwamen bij de container. Maar de advocaat van de hoofdverdachte ziet dat vol vertrouwen tegemoet. Ik denk dat je op basis van het dossier de conclusie moet trekken dat Tano helaas al overleden was toen zij hem daar hebben aangetroffen. Dus ik denk dat het uiteindelijk geen belangrijke wending in de zaak gaat brengen. Nee. Op 16 december gaat de zaak verder.